Dit is dus wat er gebeurt als je van dagelijks vloggen naar gewoon een week lang stoppen gaat. Ja, dat ziet er al mooi uit. We gaan even naar 20 maart 2021. Ah, applausje voor jezelf! Oh jee. Dan gaan. Moet ik wel begrijpen dit keer. Hé, hey, ons raadsel was echt... Ja, ik vind het heel leuk! Goedemorgen, jongens en meiden. En welkom weer terug zo bij. Ja, je ziet het goed. Een nieuwe vlog, jongens en meiden. Zoals jullie weten heb ik een week lang eventjes een pauze genomen. Een week lang echt even lekker vakantie genomen voor mezelf. Wat natuurlijk eigenlijk nog steeds wel een beetje gekkig klinkt. Maar ik ben een week lang gestopt met vloggen. Omdat ik er gewoon eerlijk gezegd, en daar ga ik ook gewoon open en eerlijk over zijn met jullie. Ik had er gewoon echt even geen zin meer in. Ik had gewoon echt... even niet meer de motivatie om elke dag een vlog te maken. Ik heb natuurlijk 5 à 6 jaar lang echt dagelijks gevlogd. En bijna, nou misschien een paar dagen maar daarin geskipt. Bijvoorbeeld toen ik echt doodziek was van de corona. Ook nog wel een ander keertje met iets anders volgens mij dat er iets aan de hand was. Maar voor de rest heb ik nog nooit in die 5 à 6 jaar een week lang niet geüpload. Dus dit was echt wel eventjes... ja, afkicken. Het is echt even afkicken geweest. Gewoon mijn camera heeft zelfs 3 dagen lang in mijn auto gelegen zonder dat ik hem aangeraakt heb. Maar ja, eerlijk gezegd vond ik het echt wel eventjes heerlijk. En wat ik al gezegd had, ja, het werd gewoon eventjes te veel. Ik had gewoon echt even niet de motivatie om een vlog te maken. En ik zelf vind dat eigenlijk gewoon een hele gezonde keuze. Ook helemaal geen gekke keuze. Ik heb ook heel veel reacties van jullie natuurlijk gelezen, want er was ook aardig wat ophef over ontstaan. Ik had op TikTok dingen gelezen en onder mijn video natuurlijk echt meer dan 1000 of 2000 reacties volgens mij. Mensen die het wel begrijpen, mensen die het niet begrijpen. Maar ja, uiteindelijk, aan het eind van de dag gaat het er natuurlijk om wat ik zelf wil. En als ik zelf zeg ik stop, dan stop ik ermee. Maar ik ben dus weer terug, jongens en meiden. Ik hoop dat jullie allemaal weer super veel zin hebben in dus de nieuwe vlogs. Want ook de cruisevakantie gaat er natuurlijk aankomen. Het is vandaag nog een weekje ongeveer tot wij gaan. Want volgende week dinsdag gaan wij dus... eindelijk naar Miami. Gaat super gaaf worden. Ik kijk er al maandenlang naar uit. Sinds ik natuurlijk mijn ouders verrast heb, weten jullie het ook toen met die andere vlog. Maar het voelt ook weer goed om weer lekker energiek te beginnen. Want dat is het wel. Ik had gewoon echt geen energie meer voor mijn vlogs. Ik wilde gewoon ultiem chillen en even lekker niks doen. Dat was gewoon echt hetgeen waar ik even aan toe was na al die jaren. Ik ga je even mijn telefoon pakken. Kijk, ik heb ook een nieuwe telefoon trouwens. Hartstikke mooi. De iPhone 15 Pro. Best wel gek, zeg maar dat... als je hem lokt, dan blijft je scherm dus aan. Kijk, en als je hem unlockt, dan gaat hij ook aan, maar natuurlijk feller. Maar als je hem lokt, hop. En waarom ze dat dus doen? Ik vroeg me echt af, wat hebben we nou aan? Dat is helemaal niet handig. Maar blijkbaar is dat dus beter voor je telefoonbatterij. Omdat het meer moeite kost om hem helemaal van een zwart beeld weer zeg maar naar dit te krijgen. Dan dat hij hem een klein beetje lokt en dus verduistert. Het is gewoon beter voor je batterij. Het gekke is dus alleen dat het lijkt alsof de hele tijd je telefoon aanstaat. Maar ja, dat is dus niet zo. Hij staat nu... uit. Voor de oplettende kijker heb ik trouwens op mijn Instagram ook mijn Snapchat gepromoot. Daar was ook aardig wat ophef dat ik dat alleen maar zou doen voor het geld. En dat ik daarom nu gestopt ben met vloggen. Nou, dat is echt helemaal niet waar. Ik verdien zelfs nog echt geen rode cent met Snapchat. Want dat moet je blijkbaar dus opbouwen. Ik zal daar ook gewoon echt eerlijk over zijn. De regel om dus geld te verdienen met Snapchat is dus je moet 50.000 volgers hebben en je moet 28 dagen lang achter elkaar Snapchats maken, minimaal 20 per dag en je moet zo'n 25 miljoen views per maand hebben. En vanaf dat moment krijg je dus toegang tot het Snapchat gebeuren dat je inderdaad geld ermee kan verdienen. Dus nee, ik ben ook niet gestopt met mijn vlogs deze week om dan maar lekker dik te gaan verdienen op Snapchat. Want ik heb er echt gewoon geen euro mee verdiend. Ik snap nu pas 3 dagen en het zou pas echt na een maand kunnen zijn dus. Ik zou ook, en dat zeg ik jullie echt eerlijk, ik zou never nooit mijn vlogs laten vallen om helemaal volledig over te gaan op Snapchat. Dat is ook gewoon echt niet, dat zou ik never nooit doen. Dus dat jullie dat weten. Ik had sowieso wel ook op Snapchat een vraagsticker geplaatst. En daarin was ook een vraag geplaatst met wat ik nou eigenlijk het chillste vond aan de laatste dagen niet vloggen. En dat is eigenlijk gewoon dat ik echt even ultiem kon chillen, wat ik al zei. Ik had gewoon helemaal niks even aan mijn hoofd. Ik kon gewoon de hele dag een beetje op de bank liggen en een beetje luieren. En dat heb ik gewoon 5 à 6 jaar lang niet echt kunnen doen. Omdat ik natuurlijk altijd wel bezig ben natuurlijk met... je moet die dag wel een vlog maken. Je moet alsnog iets interessants verzinnen of iets leuks proberen te doen. En nu was het gewoon eventjes allemaal... Het is echt vanaf de een op de andere dag...
valt het ineens allemaal weg. En dat is natuurlijk een heel raar gevoel. En je moet je ook voorstellen natuurlijk, ik heb een relatie met Lynn nu bijna 4-5 maanden volgens mij. En we hebben nog geen dag ook samen gehad zonder de vlog. En dat is natuurlijk ook best wel heel ongezond, hè. Als je er eventjes heel normaal over nadenkt. Stel je voor, je krijgt een relatie met iemand en je bent half geforceerd om elke dag te moeten filmen. Dat is natuurlijk heel raar en ongezond. Zeg maar, stel het maar eens met jezelf voor. Dat je zelf een relatie krijgt straks met iemand. En dat je elke dag gaat filmen. En dat moet honderdduizenden mensen deelt op het internet. Zeg maar, daar heb ik zelf voor gekozen uiteraard. Alleen het is, ja, wel... Het was even heel raar en gek ook voor ons. Dat we nu gewoon niet bezig waren met die vlog sinds een aantal maanden. Dus dat zijn een beetje de gekste dingen die ik heb meegemaakt ook in mijn hoofd. Het was even heel... apart allemaal. Ook een vraag die ik trouwens wel echt heel veel gezien heb van jullie. En dat is dus, ben je nu van plan om dit vaker te doen? Om vaker een break te nemen of te stoppen? Eerlijk gezegd, ben ik het niet van plan. Nee, ik wil gewoon weer lekker echt keihard doorgaan met de dagelijks vloggen. Ik ben niet van plan om dit vaker te doen. Maar ik, ja, wat ik zeg, ik was er gewoon nu echt even aan toe. En stel je voor, mijn lichaam zegt het over een tijd weer. Dat ik eventjes gewoon lekker eraan toe ben. Dan zou ik dat wel doen natuurlijk. Maar ik denk, ja, ik ben gewoon echt even... helemaal opgeladen deze week. Het is zelfs zo erg dat ik het weer begin te missen, het vloggen. Dat ik gewoon eigenlijk opsta en denk, nou, ik wil nu op zich wel weer mijn camera pakken. En dat was juist echt het tegenovergestelde. Dat ik er gewoon echt tegenop keek om te filmen. En dan gaat het fout. Ik heb altijd geleerd, zeg maar, als je iets niet meer leuk vindt, dan moet je er gewoon mee kappen. Je moet het niet voor het geld doen of wat dan ook. Je moet het echt alleen maar doen als je het leuk vindt. Ja, heel eerlijk gezegd, geld maakt niet gelukkig. Het maakt wel makkelijk, maar het maakt je echt niet gelukkig. En tuurlijk, het draagt wel bij aan je geluk. Want je kan heel veel mooie dingen daardoor doen. Waardoor je ook inderdaad geluksmomentjes kan krijgen. Maar geld op zich... Kijk, als ik nou deze hele week had doorgevlogd en al dat geld ook nog had verdiend... Dat had me niet gelukkiger gemaakt dan dat ik nu bijvoorbeeld al mijn statistieken naar beneden zou gaan. Want dat is ook wel een interessant feitje. Of een weetje. Ik zal het jullie eventjes een statistiekje in beeld laten zien. Dit is dus wat er gebeurt als je van dagelijks vloggen naar gewoon een week lang stoppen gaat. Wat er gebeurt met je inkomsten, je verdient natuurlijk niet in één keer meer helemaal niks. Ik vind het wel leuk en interessant om met jullie te delen. Je ziet hier dus echt een zieke daling. Nou, ik zet er geen bedragen bij. Je ziet hier aan het eind precies de dag dat ik stopte met vloggen, dat gelijk je inkomsten echt... ziek erg dalen naar beneden. Maar ja, nogmaals, daar kies ik zelf voor. En ik vind mijn eigen mentale gezondheid belangrijker dan geld. En hier wil ik het eigenlijk ook bij laten over het niet vloggen en alles. Lang genoeg erover gepraat, denk ik. Ik denk dat het wel duidelijk is voor jullie ook allemaal. En we gaan er gewoon lekker keihard tegenaan. Zolang jullie maar gewoon weten dat ik jullie niet zomaar in de steek ga laten. En dat ik jullie nog steeds de komende jaren echt wil meenemen in mijn leven. In alles wat ik doe. Maar ja, dat ik daarom ook gewoon wel echt even lekker een weekje ertussenuit wilde. En kijk eens wie we ook hebben! Hey. Ja jongens, Lynn was net even lekker naar de nagelstylist. Dus je hebt helemaal nieuwe nagels. Kijk, mag je het zien hoe mooi? Gio heeft het uitgezocht. Voor de vakantie, hè? Ja. Hey. Want voor de vakantie gaat het niet veranderd worden. Nee. Je gaat naar de kapper voor de vakantie? De kapper, mijn wenkbrauwen, gewoon even een APK'tje. Een APK'tje. APK'tje. Ja, ik ga ook nog naar de kapper volgende week voordat we dus op vakantie gaan inderdaad. Maar Lynn is dus weer lekker thuis, dat is fijn. Dus daarom was ze vanochtend weg. Wat trouwens ook een APK-keuring nodig heeft, is dit ding. Ja. Klopt, ja. Die moet ook APK gekeurd worden. Dat moet dus elk jaar als je auto ouder is dan 7 jaar. En dat is die. Dus dan moet die APK gekeurd worden. Deze modellen werden alleen gemaakt tussen, als ik het goed zeg, 2010 en 2015. Daarna zijn ze gestopt met deze Ferraris te maken. Als ik val, hè, Gio? Wat dan? Oh, zo. Oké, blijf maar. I'm a little bit dizzy. Ben je nu duizelig? Een beetje wel. Zo. Wij gaan de deur in ieder geval uit met Lynn de auto. Want ik ga aan deze mevrouw leren hoe ze dus in de car wash moet gaan. Want daar is ze dus nog nooit met de eigen auto geweest sinds dat ze hem heeft. Want je durft het niet, of wel? Nee, je durft het niet. En daarna gaan we gelijk iets leuks halen voor een verrassing die we vandaag hebben. Want ik heb dus iets leuks voor iemand die ik ga verrassen. Kijk jongens, ik was mijn auto echt elke maand bijna. Maar ja, nu na de roadtrip heb ik hem nog niet gewassen. Maar hoe lang heb je je auto nu? Drie maanden? Ja, nou... Tweeënhalf? Ik weet het niet eens. Oké, nou hij ziet er tenminste niet heel vies uit nu. Maar als de zon erop staat, dan zie je echt dat hij heel smerig is. Hé, hey, Jozef, even. Jij gaat rijden? Nee, ik ga niet rijden. Nee, Gio, nee. Kom. Wat? Jij moet het toch leren? Nee, je doet het gewoon een keer voor en dan kan ik het. Vind je het echt zo eng? Nee hoor. We gaan straks switchen. Ja, dan ga ik het je leren. Nee. Ik kijk gewoon.
Oké. En dan doe ik het de volgende keer zelf alleen. Ja, ik geloof er helemaal niks van. Zonder jou. Nou, ik denk dat ik mezelf gewoon, dat ik de auto gewoon in de wasbox zet en dat ik het zelf ga doen. Ja, je kan hem ook afspuiten, dat kan ook gewoon. We hebben hier het huis van de buurvrouw, Sidra. Wat deze zomer wordt opgeknapt en hopelijk dan ook misschien de brug. En de tuin en alles natuurlijk. Maar het grappige... Oh, muziek gaat aan. Het grappige is dus, ze slaapt dus al twee nachten bij ons. Ja, en vanavond nachtje drie. Vanavond dus weer. En dan zou je afvragen waarom. Nou, ze heeft dus muizen in haar huis. En nu durft ze dus niet meer in haar huis te slapen. Ja. Dus vandaar dat ze bij ons al twee nachten slaapt, omdat ze gewoon te bang is. En de ongedierte bestrijding is nog niet langs geweest. Die komt morgen. Morgen het gat is, ja. En dan zijn de muizen weg. Nou, ze hebben nu muizenvallen geplaatst. Dus ik ben wel benieuwd of ja, ze eentje gevangen is. Of ze erin komen, ja. Oeh, zullen we straks even kijken? Ja, even vragen aan. Nou, eerst naar de car wash. We zijn bij de car wash, een welbekend gebouw waar ik zelf vaak kom met mijn eigen auto dus. Hé, hey, we gaan switchen, schat. Nee, dat gaat echt niet gebeuren. Echt niet doen, Gio. Dan gaan we niet. Is het echt zo, hè? Ja, ik wil het gewoon een keer zien, okay, hoe jij liever. Het doet. Nou, dan ga ik het nu helemaal voor je voordoen, ja? Ja. Je rijdt naar binnen. Dat is wel het belangrijkste, zeg maar. Oké, dus je rijdt naar binnen. En dan ga je heel goed kijken naar wat die meneer... Links, toch? Of nee? Naar de rechterkant, zeg je. Dat gaat wel fout. Kijk, zie je nu doet hij zeg maar kom maar naar je toe, Hoe zet je met je wiel goed precies? Dat geeft hij. Als hij naar rechts naar links doet. Naar links nu? Nee. Ja, en dan zegt hij duimpje en dan zet je hem in zijn neutraal. En P? En je ruitenwissers uit. En dan... Maar doe je dan hierop drukken? Nee, niet op zijn P. Je moet niet op zijn handrem zetten. Wat doe je dan? In zijn neutraal, dus in zijn N. Dan? Weet je niet hoe je auto in zijn neutraal zit? Nee. Jawel toch? Nee. Bij deze weet ik dat niet. Dat is de N-stand, die zit hier ook. Ja, dat snap ik. Maar ik bedoel, hoe doe je die aan? Gewoon één keer omhoog. Oh ja, van de D naar de N. Ja, logisch. Ja, oké. En dan ga je er doorheen. Nee, maar wanneer moet je je auto in zijn neutraal? Nou, met de car wash dus, ja, voor de rest bijna nooit. Nee, voor de rest eigenlijk bijna nooit. Volgende keer als deze auto dus weer gewassen gaat worden, gaat Lynn het wel zelf doen. Dan gaan we dat ook vloggen dus, jongens. Dan gaan we laten zien dat ze het wel kan. Maar ook één heel belangrijk ding wat je echt niet moet vergeten is dus je ruitenwissers aanzetten. En de spiegels? Nee, die hoeven niet. Maar snap je waarom? Want anders gaat dit gewoon de hele tijd heen en weer. Dat snap ik. Dat is niet handig. Dit is een verschil. En? Dit is een verschil. Blij mee? Ja, het was nodig. Zo, wow! Hij is echt weer mooi schoon. Hij was echt vies. Hij blinkt helemaal, die velgen en alles. Jeetje, ja, het blijft wel een mooie kleur dit. Helemaal top. Ja, ik vind hem ook goed. Nou, we gaan nu dus door gelijk naar de Primera toe, jongens. Want we gaan even een leuke, ja, ik denk een kaart halen of iets. Het kan als het goed is bij de Primera. Ik zou even niet weten wat voor andere winkel waar we anders heen moeten. Albert Heijn. Kan ook nog. Oh, jij moet even je gordel aan. Ja, ik weet het. Doe jij die met op? Maar ik moest jou filmen, meneer. Ja, sorry. Ja. Kijk, dat kunnen we weer verder. Maar dat is namelijk omdat ik dit jaar iets superleuks ga doen. Eigenlijk over twee maanden al. Samen met Lynn ook. Maar ik ga dus mijn vader verrassen ermee. Want we gaan dus met de Ferrari racen op de Red Bull Ring in Oostenrijk. Dat is natuurlijk dat supergave Formule 1 circuit. Daar gaan we dus met de Ferrari racen. De Ferrari wordt dan ook op transport gezet. Dan wordt hij helemaal daar naartoe vervoerd. Dus ik ga er niet heen rijden met mijn auto zelf. We kunnen wel met mijn andere auto naartoe, de Porsche. Maar we kunnen ook met z'n allen vliegen, dat ligt er een beetje aan. Want op zich is het prima te rijden, het is zo'n 8 uur daar naar het circuit toe. Nou, dat is beter dan 24 uur. Ja, toch? Dat sowieso. Ja. Dat hebben we laatst gehad met de roadtrip. 21 uur. Maar vandaar, ik ga dus even een kaartje kopen en dan gaan we dus mijn vader verrassen dat hij mee kan. Want ik denk dat hij dat wel heel leuk gaat vinden. Kijk, jongens, Lynn vindt dat ze kleine handen heeft. Doe eens zo. Nee, kijk, Vincent gaf me pas een hand en die zei van, heb je zo'n kleine handen? Maar, dat valt echt gewoon mee, toch? Ja, doe jij ze... Hier. Met mijn nagels eraf, hè? Ja, dan kom je tot de helft. Oké, ja, je hebt best wel kleine handen. Ja. Nou, jongens, op naar de Primera. Ik ben heel benieuwd of ze daar wat hebben. Het kan ook zijn dat ze helemaal geen leuke kaart of iets hebben. Dan moeten we even naar een andere winkel. Maar we gaan even kijken of er wat te halen valt. Ik zie hier allemaal kaarten staan. Oké, voornamelijk zijn het allemaal verjaardagskaarten, zo te zien. Ik zie hier ook trots op jou. Ja, dat is een beetje gek, toch, denk ik? Hoezo? Je bent ook trots op je vader. Hij doet werk voor jou ook, toch? Ja, dat is wel waar. Dat is zeker waar. Dank je. Bedankt. Nieuwe woning, gefeliciteerd. Oké, ik laat deze even staan. Dit is de eerste waar ik nu wel misschien voor zou gaan. Ik zie echt allemaal gefeliciteerd. Hoera, jullie zijn getrouwd. Nou, die is ook niet tot toepassing. Hier, hartelijk gefeliciteerd. Super veel kaarten. Ik denk misschien dat hij trots op jou toch het beste is. Want ik ben ook gewoon wel echt trots op mijn vader, natuurlijk. Wat zeg je dan? Niet
van je pensioen. Waar zie je die? Daaronder. Geniet van je pensioen. Ja, die kan ook, jongens. Hij werkt voor mij. Hij is eigenlijk wel een beetje met pensioen gegaan natuurlijk, sinds dat hij gestopt is met zijn zaak. Dus eigenlijk is hij wel een beetje met pensioen gegaan. Dus deze zou ook nog kunnen. Die is ook grappig. Dit is wel grappig, ja. Deze is leuker dan trots op jou, denk ik. Hij werkt natuurlijk nu sinds een paar maanden voor mij. Eigenlijk al bijna een half jaar zelfs. En sindsdien voelt hij zich al echt zo vrij als een vogel. Ja. Kijk, we kunnen ook gewoon dit geven. Kijk hoe hij dan reageert. Ja. Dat zou helemaal gek zijn als je deze geeft. Nou, dat doen we niet. Die laten we maar. Wacht. Op jouw verjaardag garandeert deze naakte bedboy jouw uren van plezier. Ja, die krijg jij. Die kan je ook aan je vader geven. Nee, dat doen we maar niet. Wat misschien ook wel leuk is om te doen, is gewoon... Kijk, ik wist niet eens dat ze dit hadden. Om gewoon zo'n fucking grote kaart te geven. Ja. Dan kom je echt met iets aan, toch? Anders is het welke hebben ze allemaal? Anders is het echt zo'n klein mini kaartje. Deze is echt heel groot. Zo, dit is echt groot, hè? Dit is echt heel groot. Maar dit is wel leuk, denk ik. We hebben gefeliciteerd. Welke staat daarachter nog? Of is dat een envelop? Speciaal voor jou? Nee, oké. Okay. Een jongen. Een jongen. Deze geven we aan. Oh, als mensen ons nu stiekem filmen, dan denken ze straks echt dat we dit gaan voorbereiden. Kijk, dit is de envelop bij je man in. Wow! Ja. Ja, dit ga ik laten geven. Dit is mooi. Dit is mooi. Het is wel heel schattig. Mag dat? Ja, tuurlijk. Oké, okay, gelukkig. Ik dacht, deze kaart gaat echt 30 euro kosten. Dat valt mee. 11 euro. Euro, ja. Dat is niet heel veel. Nee, valt echt wel mee. Ja, we gaan hem gelijk maar op de post. Dit past ook gewoon niet. Oh, je verneukt heel de, oh, je verpest heel de kaart nu al. De envelop. Hij is wel mooi in de envelop gedaan. Hij is mooier in gedaan, ja. Nou, die hebben we. Nu gaan we mooi naar huis. En ik denk dat jij een mooier handschrift hebt dan ik. Oh, oké. Okay. Wil jij erop schrijven, ja, dan? Ik maar ken jouw handschrift trouwens helemaal niet, echt... denk ik. Ik heb die nog nooit gezien. Nee, echt niet. Moet ik ook heel groot schrijven natuurlijk. Ja, eigenlijk wel. Wat je ook kan doen... is een verhaaltje verzinnen met hints zonder dat je het zegt. En dan moet hij het gewoon zelf gaan raden. Dat is ook wel leuk. Dat kunnen we dadelijk wel gaan doen. We hebben hier de kaart op tafel liggen. We moeten hem eventjes eruit halen. Oké. Okay. Oh, oh. Ja, ze heeft hem al ingepakt. Dat moeten ze nog niet. Als hij nog uitgaat tenminste, dat zou wel fijn zijn. Oh ja, zo ja. Oh. Oh, hij zit er zo helemaal in. Handig. Oké. Okay. Oké, okay, laten we eens zien die kaart. Ja, dit is hem dus inderdaad geworden. Ik liet hem natuurlijk net ook al zien, maar het... Ik denk als mijn ouders dit zien, dan denken ze echt dat we een kind krijgen. Of een kinderfeestje. Ja. Is het niet de Ark van Noah trouwens? Ark van Noach? Ark van... Ja, denk het wel, hè? Kijk, als ze hem openklappen. Wow. Ja, dit is mooi. Oké, okay, hoe gaan we beginnen? Ja. Ik denk iets met... Er was eens een Ferrari. Dan weet hij het al. Denk je? Het is te makkelijk. Je moet hints geven over je auto, hints over het land en hints over de Red Bull Ring. Er was eens een drankje. Welk drankje? Huh? Welk drankje? Ja, weet ik niet. Hé! Hey. Hé joh, kind! Oh, zo, strengelin. Ah, we moeten echt even iets verzinnen, maar het is best wel lastig om gewoon... Hoe lang geleden kocht je Ferrari? 4 jaar geleden volgens mij. Zoek die datum op. Oké, okay, Lin heeft al wat verzonnen. Komt-ie. We gaan even terug naar 20 maart 2021. Voor mij een bijzondere dag die jij ook niet vergeten mag. Rood en geel zijn de kleuren die mij dan weer opvleuren. Ja. Ja, ja, goed, ja, gedaan. Goed gedaan. Oké. Okay. Kijk, die katten, okay, ook lekker erbij zitten hier zo. Lekker, joh. Oké, okay, we hebben even een klein beetje uitleg nodig, jongens. We zijn dus inderdaad een gedicht gaan verzinnen. We hebben nu het volgende stukje. Het eerste stukje gaat dus over mijn Ferrari. Dat is de eerste, ja, hint. Yes. Het tweede stukje gaat over Oostenrijk. En mijn... Ja, mijn ene oma Francel, dat is dus de moeder van mijn moeder, die heeft daar ooit een keer een huis gehad. Maar, dan hebben we dus nu als tweede stukje. Oh, ik zal even vervolgen. Rood en geel zijn de kleuren die mij dan weer opfleuren. Dan gaan we nog verder terug de tijd in. Heb je nog zin? Oma Francel, denk ik wel. Zij genoot hier volop in de zomer. En nou moet er iets wat ruimt op dit. Ja, en nu moet er iets wat ruimt op zomer. Maar wat ruimt er op zomer? Rijmwoorden zomer. Je hebt een rijmwoordenboek. Zo, doorstromer, dagdromer, laatkomer, nieuwkomer, oudkomer. Natuurdromer, een echte natuurdromer. Ja. Kun je het land al raden? Kun je het land al raden? Wat ruimt er op raden? Baden, paden. Racen. Huh? Racen ruimt er op? Baden, racen, dat staat hier. Waarom staat het hier? Wat is dit? Dat slaat ook nergens op. Kun je het land al raden?
Of rij je even flinke schade? Ja, dat is een goeie. Kun je het land al raden? Of, dus doe even zonder de N gewoon. Of rij je flinke schade? Oké, en nou de Red Bull Ring. Ja, we gaan het allemaal zien. We gaan het allemaal zien. Jij geeft dit achteraf een dikke 10. Wow! Yes. Oké, we hebben hem. Dit is het gewoon, toch? Lekker! Ja, jongens, dit is het gedichtje geworden. Oké, nu mag Linda dus mooi gaan opschrijven. Ja, dit wordt echt een ding. Ja. Oké, we hebben dus maar één kans. Lin, die is links ook trouwens. Dat is altijd heel gek, vind ik, om te zien. En dan moet ik wachten, want anders ga ik overheen en dan vlekt het uit. Oh, want het moet opdrogen? Ja. Dat is het nadeel als je links bent. Is dat echt altijd zo? Ja, als de stift te nat is wel. Zo, wat is het onhandig dadelijk als je links bent? Zo heb ik er nog nooit over nagedacht. Ja, inderdaad, als je met rechts schrijft, zo, dan schrijf je van de tekst af. Maar met links, dan schrijf je gewoon over je tekst heen, zo. En dan wrijf je het uit, inderdaad. Wat kut. Ja, dat ziet er al mooi uit. We gaan even naar 20 maart 2021. Ja, ik heb straks mijn Ferrari dus al 3 jaar, jongens. Moet wachten. Had je dan ook niet blijkbaar probleem met vulpennen en zo? Jawel, ik had altijd hier overal inkt zitten en mijn kleren aan de linker, maar waren altijd. What the fuck? Kut, hè? Dat is echt nog nooit over nagedacht, zo. Vervelend. Ik kreeg ook altijd een slecht punt omdat ik vlek had in mijn schrift. Wat kun jij eraan doen dat je links bent? Dat slaat ook nergens op. Nee. Ja, applausje voor jezelf! Het is goed geschreven, maar het staat erop. Nee, helemaal goed gedaan, schat. Oké, hij is dus nu echt bijna helemaal klaar. De Ferrari gaat het dus niet worden aan de linkerkant, want ik kan echt niet tekenen, jongens. Daar ben ik echt niet heel goed in. Maar, yes. Nou, ze hebben haren. Moeten we er nog initialen bij zetten? Nee, ik denk dat iedereen wel kan zien wie is. Toch? Ja, maar ik bedoel... Ik vind jou dit. Dat is mijn moeder, mijn vader en ik. Okay. Mijn moeder gaat namelijk ook mee op het reisje. Ik vind het best wel een beetje gek, want eerlijk. Wat denk je als je, als je hiermee aankomt, dan gaat het toch van alles door je hoofd. Als je dit ziet. Denk je niet? Ja. Toch? Het is eigenlijk wel heel heftig, zo'n grote kaart. Maar ja, we hebben hem helemaal klaar. Het is weer mooi in de envelop. Dus ik denk dat we lekker de auto in kunnen gaan. Ja, ik denk dat Poekie mee wil. Poekie? Oh, Poekie zat echt zo te kijken. Ga jij mee, Poekie? Kom. Poekie gaat mee. Deze kat loopt de hele tijd donder te terroriseren. De hele tijd zijn nek te bijten en alles. Hij wil gewoon te graag spelen met ze hem. Ze maken elkaar nog net niet af. Nee. Op een leuke manier. Kijk eens even. Dit is prachtig, hè. Prachtig. Is toch prachtig? Ik dacht, je filmt hier mensen die in aan het halen zijn. Oh. Vond ik ook wel prachtig. Nee. Dat deed ik niet. 9 elfjes. Oh, ik vind het echt. Dat blijft de mooiste Porsche die er is. Dat meen jij toch niet? Ja, wel. Deze vind ik echt wel mooier. Vind je deze mooier? Ja. Oh, ik vind die echt heel, echt heel mooi. Oké, we gaan het voor de laatste keer gokken. Wie doet er je open? Vader. Ja? Ja. Ja. Dit is de laatste keer dat we het gokken. Hey. Drie keer heb ik niet open. Ja, 3 keer was jij het inderdaad. Ja. Mijn moeder is er ook. Hey moeders. Ja, logisch dat je je eigen huis bent, hè? Ja. Wat gaan we vanavond lekker eten? Ayam paniki en sajoor boontjes met rijst. Lekker. Lekker. Zo, hè? Kijk eens, wordt hij weer helemaal lekker klaargemaakt. Lekker geprutseld. Nou, mooi. We hebben de kaartjes nog eventjes in de auto laten liggen, jongens. Dus die gaat straks komen. We zitten eerst nu even televisie te kijken en we gaan dus straks eten. En dan gaan we hem ook geven. Ik denk echt dat ze denken dat we een kind krijgen of zo. Dat spookt al de hele tijd door mijn hoofd. Maar ja, dat is het niet. Oké, we zijn weg gaan wat pakken. Wat zeg je nou? Ze gaan echt denken, what the fuck, denk ik. Zijn jullie ready? Jullie moeten even naast elkaar gaan zitten. Naast elkaar gaan zitten? Ja. Ja, aan tafel hier? Ja, ga maar even zitten. Gaan we nou weer krijgen? Zo? Ja, naast elkaar. We hebben hier iets. Papa en mama. Oh jee. Dan moet ik wel begrijpen dit keer. Ja, met de cruise stapte er niks van. Speciaal voor jou. Wat denken jullie dat hierop staat? Dat we naar de dierentuin gaan. Een dierenboot. Nee, een boot? Het is een schip? Ja, een schip. Oh, ik denk heb het iets met de cruise te maken? Nee. Waar denken jullie dat dit voor is? Ja, voor kinderen. Nee, dat is het niet. Even voor de duidelijkheid, dat is het niet. Oh, het is een kinderboot. Zit je erin? Ja. We waren zo bang. Ik dacht al, als ze deze kaart zien. Ja. Nou, ik speciaal voor jou. Ik moest wel even denken, ja. Ja, maar heeft hetgeen wat in die kaart staat iets met... Lees maar voor. Nee, daarom. Er staat een gedichtje in. Lees maar voor. Oh, daar heb ik een gedichtje geschreven. Ja. Jeetje, wat leuk. Ja. Lief
papa, ja, mama. We gaan even terug naar 20 maart 2021. Voor mij een bijzondere dag die ook jij niet vergeten mag. Rood en geel zijn de kleuren die mij dan weer opfleuren. Daar gaan we nog verder terug de tijd in. Heb je nog zin? Oma Francel, denk ik wel. Zij genoot hier volop in de zomer. Een echte natuurdromer. Kun je het land al raden? Of rij je flinke schade? Wij gaan het allemaal zien. Jij geeft dit achteraf een dikke 10. Er zitten 3 hints in. Ja, er zitten 3. Nee. 20 maart 2021. Ja, dat was 1 jaar terug van 20 maart 2021. Voor mij een bijzondere dag. Rood en geel. Die jij ook niet vergeten mag. Rood en geel zijn de kleuren. Dat is die toch mij... van Ferrari, rood en geel? Nee, ja. Ja. Die mij dan weer opfleuren. Jeetje, man. Dan gaan we... Dit is leuk, man. Dit is leuk. Oma Francel, denk ik wel. Zeg, dat je van op in de zo... Ja, ik denk iets met een camper. Maar, of niet? Nee. Omdat oma Francel... zij genoot in de zomer. Iets met... Een caravan dan? Ik wel, zij genoot hier volop in de zomer. Het is een land waar Francel iets mee heeft. Canada. Nee, had. Had. Geweest goed. In Europa. Oh, Oostenrijk. Ja, Oostenrijk. Oh, nee, ze hebben ze gewoond. Oh, en zijn we in maart? Oké, dus Oostenrijk, dat is 1. Oostenrijk, ja. Dan die eerste. Waar gaat het over? 20 maart 21. Rood en geel. Ja, dan zijn jullie naar de... Nee. Toen kocht je iets. Met de kleuren rood en geel. Ja, toch? Nee, niet te veel. Jawel, een vergadering. Ja. Jeetje. Dat was in maart, hoor. Ja, dat was in maart. En dan de laatste hint staat in een zin. Heb je nog zin? En daarna komt een zin. Nee, dit is blijkbaar echt te moeilijk, man. Ik vind het wel heel goed. Nou, dus ja, laten we vertellen wat we gaan doen. Ben je het land al raden? Oh, ik weet het al. Wat? Ik denk dat ik het weet. Ja, vertel, jij hebt erover geëft. Ja! We gaan naar een circuit. Ja, we gaan op de Red Bull Ring rijden. Ja! Of rij je flinke schade. Met de Ferrari. Oh. En waar? Ja. Wat leuk. Jij gaat mee. Echt? Ja. Met je eigen Ferrari. Ja. Nou, vandaar het hartje met 4. Ja. Wat leuk. Ja, wauw. En wanneer gaat dat gebeuren dan? In april. Zo, dus al vrij snel. Ja, leuk, ja. Gaaf, hè. En hoe gaat het? Lekker weer in Oostenrijk. Ja. Ook. Maar hoe gaat het dan? De Ferrari wordt op transport gezet. Ja. En dan rijden we erheen of we kunnen vliegen. En dan mag je de hele dag daar een beetje vertoeven en... Ja, en racen. Zo. Waanzinnig. Ja, hè? Ja, leuk. Jezus. Zo, nou... Hé, hey, ons raadsel was echt... Nou, ik vind het wel heel leuk gedaan. Heel goed verzonnen, ja. We gaan even terug naar... Ja, ja. Nu, als je hem nu nog een keer leest, dan snap ik het. Ja, nu snap ik het, ja. Kun je het land aan raden of rij je flinke schade? En de oma van Sjel, denk ik wel, ja, die woonde in Oostenrijk. Dachten jullie dat we gingen vertellen dat we kinderen zouden krijgen? Nee. Nou, toen ik dit zag, dacht ik... Oh! Dat is een kinderkaart, hoor. Een kinderkaart, ja. Nee. Ja, leuk, hè? Leuk, spannend. Ja, geregeld. Spannend. Wij hebben lekker gegeten. Kijk eens, we krijgen nu hier lekker een koffie. Ja, ook een koffie. Jij hebt thee, uiteraard. Thee. Nou, geniet ervan, meid. Dank jij ook. Ja, ik zit hier gelijk FIFA te spelen met mijn vader. Laat nog eens even je team zien. Voor de mensen die een beetje verstand hebben van FIFA. Kijk, het zullen natuurlijk alleen de jongens... Nou ja, ik vraag me af, zijn er meiden die het kijken en FIFA spelen? Tuurlijk. Want, ja, jij deed het wel. Niet meer de laatste tijd. Nog steeds geen potje tegen elkaar gedaan. Wordt echt nog een keer tijd om dit vlog te doen. Dit is je team? Ja. Oké, okay, nou, voor de mensen die er verstand van hebben, zet hem even op pauze. Want hij is er helemaal trots op. Ja, ik ben er echt trots op. Ik heb er hard aan gewerkt. En we hebben er hard aan gewerkt. Dat moet je echt... En dit zijn mijn we hadden toch die kaart moeten kopen met... lekker met je pensioen. Mijn ouders zijn dus aan de gym, hè? Ja. Jullie mogen nu helemaal dit niet meer. Nee. Mag je geen spek? Zo lekker, hè? Eentje mag wel. Nee. Ik heb echt mezelf gezegd met Melanie... dat ik 3 weken lang... zijn we al 5 dagen in de week aan het sporten. Maar ja, en die Turkse pizza dan? Ja, dat was dan een grensgevalletje. Heb je wel een Turkse pizza op? Heb je wel een Turkse pizza op? Ja, dat is eigenlijk... Maar je wilt afvallen? Ja, ook. Met knoflook. 3 weken lang. Met knoflook. Ja, is dat erg? Knoflook is toch niet erg? Ja, jongens, helaas. Knoflook saus. Speculaas. Oh, yeah. Als we op de cruise gaan... Oh, zo, ik laat bij de vallen. Als we op de cruise gaan, gaan we ook zo'n foto namaken. Maar dan met 6. Ja.
let's go. Ja. Zo, dat wordt zwaar, jongens. Oh. Moet ik onderop zeker? Dit is in Turkije gemaakt, toch? Ja. Echt zo'n foto uit Turkije. Ja, dat is een fotograaf. Ja. Daar gaat John wel onderop. Ja, John kan dat beter doen, denk ik. Oh, dit zijn echt van die typische foto's die je dan in Turkije maakt. Deze ook, kijk dan. Oh, leuk. Zo met de zonsondergang. Mooi, echt zo'n Turkse fotoshoot, toch? Ik heb die ook een keer gedaan. Ja, die heb je altijd, altijd in Turkije daar. Nou, wij gaan er even vandoor. Ja. Groetjes. Doei. Nou, weer wat leuks in het vooruitzicht. Ja, zeker. Groetjes. Leuk om naar uit te kijken weer. Ja. Lin op de DJ. Welke moed. Ja, kom maar. Gooi een goede moed. De moed waarin jij nu bent. De moed waarin ik ben. Ja. Oh. Kijk, wij hebben dus trouwens kauwgom gehaald. Ik dacht, tenminste ik heb het gehaald. En ik dacht, oh B. Nou, dat is lekker. Heerlijk, weet je wel. Beetje die tandpasta smaak. Maar het proeft echt gewoon... alsof je een tube tandpasta in je mond leeg spuit. Het is echt niet lekker. Hij is niet zo best, nee. Maar beter dan niks. Nee, ja, daarom. Ik vind kauwgom altijd wel heel erg belangrijk. Dus, Wat is je favoriet kauwgommerk? Ik denk gewoon Mentos. Verrassing geslaagd, helemaal gelukt. En gaat dus echt super leuk worden straks. Eind april gaat het dus gebeuren, jongens. Dan nemen we dit monster, of tenminste neem ik het monster niet mee. Een vrachtwagen gaat die op. Dat wordt wel leuk. Ik ben heel benieuwd hoe dat eruit gaat zien als die op transport gezet wordt. Ik ga dat uiteraard natuurlijk ook allemaal filmen. Want ik moet hem dan op een bepaalde plek in Nederland afleveren. En daar wordt hij dan op een vrachtwagen gezet. Dus dat is wel een dingetje. Ik vraag me af hoe dat dan gaat. Of dat echt zo'n vrachtwagen is waar je altijd die auto zo op ziet staan. Of dat die misschien... binnenin iets gezet wordt. Ik weet het niet. Wat gebeurt hier? Dat ging niet helemaal lekker. Ah nee, er ligt een pan achter. Gio, dit zet je toch ook niet hier? Dat heb ik niet gedaan. Bajo, ik zie jou het net gezet. Ik heb hier nou niet neergezet. Heb je dat gedaan? Ja, ik zag het je doen. Ik zette die pannetjes in. Nee, heb ik niet gedaan. Kijk, dit is wel leuk. Het aquarium is een beetje op donker, maar Sniff heeft dus heel het aquarium uitgevonden ineens. Ja, ik Sniff lag hier op de stoel en ik had bij je moeder gezien dat hij aan het kijken was naar de vissen. Dus ik trok die stoel naar je gelijk zo staan. Ik vind het helemaal leuk. Kijk, daar zit helemaal te kijken. Wat zie je allemaal dan, kind? Gaaf hè, al die visjes. Jongens en meiden, wij gaan lekker slapen. We hebben hier nog Netflix aanstaan. Misschien dat we nog even wat gaan kijken. Jij wilde eigenlijk nog een pizza Hawaii bestellen. Ja, eigenlijk gewoon een andere pizza. Maar het is nu 11:45. Heb je nog honger dan? 11:55. Nou, had ik geen honger, maar... ik ook niet echt meer. Waarschijnlijk, dat doen we een ander keertje. Een andere date night of zo. Dan gaan we pizza lekker op bed bestellen. Maar dit was de vlog voor vandaag, jongens en meiden. En inderdaad, morgen morgens komt er uiteraard weer een nieuwe vlog online. Nu kan ik het wel weer zeggen. Dus ik hoop jullie allemaal morgen weer te zien. Weer een dagje dichter bij die cruise ship vlogs. Ik heb er super veel zin in. En dan zeg ik nu, ik hoop dat jullie het leuk vonden. En ik maak het veel te lang. Dus... bedankt voor het kijken. Tot morgen. En ik zeg later.